Alright. Goed, als het goed is, krijgen jullie nu allemaal een melding van er wordt opgenomen en dan zou je dat moeten accorderen, anders gebeurt er niks. Maar we gaan dus een webinar doen van Running is for Dummies. Ik ga jullie allemaal muten en op het einde zal ik jullie de mogelijkheid geven om gewoon vragen te stellen. Ja? Alright, dan ga ik dit even aanpassen. Zo, en dan ga ik share screenen. Mooi. Welkom allemaal bij de presentatie. Nou, ik zei het net ook al. Sommige mensen vinden het niet leuk om hard te lopen, laat staan om er een webinar van te kijken. Maar jullie in ieder geval wel, daar ben ik heel blij mee. We gaan aan de slag. Ik ga het proberen het allemaal binnen het uur te houden. Super. Oké, het is een onderdeel inderdaad van de Thuisfront Challenge. Running is for Dummies, of Running for Dummies. Eigenlijk gewoon de basics. Maar ik denk dat zelfs mensen die wat meer ervaring hebben met rennen, er ook nogal wat uit kunnen halen. Tenminste, ik hoop het. Goed, wat gaan we vandaag behandelen? Dit is een beetje wat we allemaal gaan behandelen, de basics. Daar zou je toch altijd mee moeten beginnen. Hoe een training zou zijn. Hoe je de opbouw zou kunnen doen met je trainingen. Wat je zou kunnen doen. In welke stappen je kan werken. Waar je rekening mee moet houden. De conclusie van hardlopen. En het trainen daarvoor. Dan geef ik hier nog een week opdracht. En dan hebben we nog kans om vragen te stellen. Ja, dus jullie komen nog met al jullie brandende vragen, en ik weet dat Joost een brandende vraag heeft, dan gaan we die ook nog beantwoorden. Ja? Oké, mooi. Ten eerste, alle beginnen is moeilijk. Het is niet makkelijk om met iets nieuws te beginnen. Nou, hier heb je een hele verzameling van hardlopen, in dit geval bij mij. Ik ben eigenlijk op mijn 18e begonnen met hardlopen, omdat ik iets zag van Ironman op tv, dat heb ik besproken in een podcast van Go Talk 23, die onlangs is uitgekomen. En dan heb ik het, en dat is niet gelogen, toen had ik het echt over, ik zag iets op tv, ik zag de finish van Ironman, en ik dacht echt bij mezelf, wow, dat is bizar. Nou, ik kon toen niet zwemmen de volgende dag, en ik had ook nog geen fiets, geen racefiets in ieder geval. Dus ik dacht van, nou, dan ga ik hardlopen. En dan begin ik al met het hardlopen, want dat was het laatste deel, en ik wist niet hoe ik moest beginnen. En ik begon echt met 200 meter hardlopen. Veel te snel. Ik was helemaal aan barrels. En toen moest ik terug wandelen naar huis. Naar 200 meter. Wat ik veel te snel had gerend. Ik had geen warming-up gedaan. Ik deed alles fout. 200 meter. Ja, Ironman rennen. Helemaal naar de kloten. Ik ben toen uiteindelijk gewoon meer wedstrijden gaan doen. Ik heb wedstrijden gedaan in van alles en nog wat. Ik heb hardloopwedstrijden gedaan. Ik heb survival run trainingen gedaan. Of survival run wedstrijden gedaan. Waarbij je gaat hardlopen en dan gaat touwklimmen en hardlopen en weer een andere hindernis. En ik ben uiteindelijk gewoon triathlons gaan doen. Ook nog crosslopen gedaan en trailruns gedaan. Nou, hier zie je zeg maar een verzameling van wat foto's over 18 jaar tijd. Ik heb, als je kijkt, tweede rij en dan tweede van rechts. Dat is de halve marathon van Roosendaal. Ik heb trailruns gedaan in Oevelize. De singeloop van Breda. Wereldkampioenschap, halve Ironman. Van alles en nog wat. Maar dat is niet zomaar aankomen waaien. Je moet ergens beginnen. Dus laat je vooral niet ontmoedigen als je denkt van, ik ben nog niet zo snel als ik zou willen. Spoiler alert, ik ben ook nog niet zo snel als ik zou willen. Ja? Dus je moet het gewoon eventjes de tijd geven. Alle begin is dus moeilijk. Goed, Jezus, wat een knappe man. Ik heb heel veel foto's van mezelf gebruikt, want dat is het makkelijkste en heel eerlijk. Ik vind dat een beetje raar als je foto's van iemand anders gebruikt. Zo van die stokfoto's. Van wie is dat? Geen idee. Het is gewoon een stokfoto. Ik heb in mijn geval gewoon lekker foto's van mezelf gebruikt. We gaan de basics even behandelen. En de basics zijn eigenlijk gewoon, wat heb je nodig? Wat heb je aan? En wat kan je gebruiken voor je training? Ja, in dit geval is het gewoon hardloopschoenen. Dat gaan we behandelen. We gaan functionele kleding behandelen. Wat is functionele kleding? Ja, want functionele kleding voor fietsen is anders dan voor zwemmen of voor bobsleeën of voor polstuk hoogspringen. We gaan horloges behandelen, met of zonder hartslagmeter, polsmeting, misschien gewoon alleen maar tijd. En de gratis app Strava gaan we behandelen.
Goed, hardloopschoenen. Klinkt heel logisch. Hardloopschoenen gebruik je voor hardlopen. Heb ik per se hardloopschoenen nodig? Nee, je zou ook kunnen gaan hardlopen op klompen. Alleen de vraag is of het een goed idee is. Ja, ik bedoel, van, als je gaat zwemmen, is een zwembroek handig? Ja, je kan ook in een hardloopbroek kan je gaan zwemmen. Maar ja, hardloopschoenen voor hardlopen. Ja? Hardloopschoenen heb je gewoon nodig. Die hardloopschoenen die moeten aangemeten zijn op jouw loopstijl. Op jouw gewicht. Waar je op gaat hardlopen. Ja? Dan heb ik het over ondergrond. Nou, kijk, op deze foto sta ik in New York. Deze foto is gemaakt op mijn 40ste verjaardag. Ik ging hardlopen in Central Park. Dat zie je echt daar, net daarachter op de foto. Kun je nog wat bomen zien. Daarachter is het Central Park. Maar ik ging dus hardlopen verhard. Maar je hebt ook bijvoorbeeld dat je gaat hardlopen in een bos. Dan heb je weer andere hardloopschoenen nodig. Misschien heb je je hardlooproute en die gaat deels over verhard en deels over onverhard. Dan heb je ook weer andere hardloopschoenen voor. Maar soms luistert dit niet zo nauw, maar het is wel handig om te weten je loopstijl, hoe je je voet afwikkelt, hoe zwaar je bent. De ene heeft misschien ietsje meer of ietsje minder demping. En dat heeft allemaal te maken met wat bij jouw voet past. Een hardloopschoen die bij mij past, past misschien helemaal niet bij iemand anders. Dus dat moet aangemeten zijn op jouw voet. Dus het is ook belangrijk dat je naar een hardloopspeciaalzaak gaat en even misschien wat tijd, geld erin steekt dat je schoenen zijn aangemeten bij jouw voet. En dat moet je niet onderschatten. Dus ik zou niet zeggen van, oh, deze schoen vind ik mooi, want dit zijn de nieuwe Nike's of whatever. Die neem ik. Sterker nog, het model waar ik nu op loop, of het model waar ik voorheen op liep, en toevallig heb ik daar het oude model aan op deze foto, zijn van de OnCloud Surfers. Het model van vorig jaar, daar loop ik zelfs een blessure op. Terwijl op het oude model loop ik geen blessure. Nou, Pieter die zit ook in deze Zoom call. Nou, die heeft mij nog zelfs geholpen omdat ik dus zeg maar last kreeg van mijn voetboog. Zelfs een week of twee weken voor Ironman kreeg ik last van mijn voetboog met hardlopen. Dat was dus niet een ideale moment om een blessure op te lopen. En gelukkig is het nog enigszins goed gekomen. Maar zelfs het model kan verschillen per jaar. Dus je moet gewoon echt zorgen dat je de juiste schoen hebt bij jouw looppatroon. Dan ook meteen, ouder dan 2 jaar, ja, dan wordt het een probleem. Want ook al zet jij jouw schoenen 2 jaar in de kast, dan kan het zijn dat de schoen niet meer in orde is vanwege dat de elasticiteit, de lijn of de demping in de schoen afneemt. Sanne die had het daar met mij ook nog laatst over. Je moet het een beetje zien als een oud elastiekje wat je bewaart. Op een gegeven moment kan je dat elastiekje gewoon zo uit elkaar trekken, omdat de elasticiteit en het de stof, het materiaal gewoon niet meer in orde is. Dus daar kan je dan bijvoorbeeld ook niet meer op lopen. Dus als jij nog schoenen hebt die ooit waren aangemeten van 3 jaar geleden, spijt me, vraag maar voor je verjaardag van je vriend of vriendin, van je vrouw, vraag maar gewoon nieuwe hardloopschoenen of zo. Ja? En trouwens, dames hebben meestal geen excuus nodig om schoenen aan te schaffen, dus misschien kun je er wel nieuwe hardloopschoenen aanschaffen. Dat is een vaap. Waarom zit jij nee te schudden? Goed, ja, dus hardloopschoenen voor hardlopen, aangemeten op jouw voet. En ouder dan 2 jaar kan je ze wel wegdoen. Goed, dan over functionele kleding. Hangt natuurlijk heel erg af van het weer. Of jij een zweter bent, net zoals ik. Ja, dan heeft het dus te maken met het ademend vermogen. Ja, regent het buiten, daar kom ik dadelijk op, is het koud. Ademend vermogen, dat betekent dat als jij aan het zweten bent, dat je die hitte ook nog kwijt kan. Ja, en dat die transpiratie niet op je lichaam blijft, maar dat verdampt. Dus denk aan katoen is wellicht niet de beste optie daarvoor. Ja, wol, afhankelijk als het merino-wol is, maar dit is geen sales pitch, maar merino-wol is bijvoorbeeld weer super ademend, maar toch nog warm, maar koelt nog wel. Dus merino-wol, er is een reden waarom het bijvoorbeeld zo duur is, maar we hebben het nu even over laagjes. Katoen zou bijvoorbeeld niet een ideale eerste laag zijn. Ja, ik denk meer aan de wat meer synthetische en ademende kleding. Ja, of je het nou dry fit noemt of Adidas, cool, whatever. Ja, denk aan ademende shirts. Ja. Je kan compressiekleding dragen die strak zit en daaroverheen bijvoorbeeld een jasje of een ademend shirt of whatever. Wat jij fijn vindt om te lopen. Zoals je bijvoorbeeld kijkt op de foto, ik heb daar een shirtje aan van New Balance. Maar dat komt omdat ik de initialen van NB, New Balance, Noël Brand, NB, vind ik gewoon leuk. Dus daarom draag ik dat graag. Maar ik vind het ook lekker zitten overigens.
Ik heb een ademend shirtje aan en ik heb een hardloopbroekje aan met een binnenbroekje erin. Ik heb hardloopsokken aan die ik fijn vind zitten. Dit zijn toevallig ook de hardloopsokken die ik aan had tijdens de Ironman. Dus daar zit een hoop emotionele waarde aan, die sokken. Ik heb ze wel gewassen voordat ik ze wel weer heb aangetrokken. Ja, dus maak je geen zorgen. Zo schoon ben ik ook wel weer. Denk dus in functionele kleding. Nou, het was hier warm in New York, dus ik had geen laagjes aan. Ik had eigenlijk heel weinig laagjes aan. Maar als het dan bijvoorbeeld weer koud is, dan moet je bijvoorbeeld weer iets aan. Bijvoorbeeld met een ritsje, zodat je kan ventileren. Dat je het een beetje aan kan passen aan naar hoe je je voelt. Ja? Dan ook, wil je het wel of niet waterdicht? Nou, als het regent, ja, en het regent flink, ja, misschien ga je dan niet rennen. Of misschien denk je dat het gaat regenen. Oké, dan kan je misschien zo'n vestje aan. Of je kan bijvoorbeeld iets met lange mouwen aan. Afhankelijk van hoe waterdicht het is. Ja, uiteindelijk ga je toch wel een keer nat worden. Want of je gaat nat worden van zweten omdat het niet ademt. Of je wordt zeiknat van de regen en dan ben je alsnog zeiknat. Ja, misschien heb je wel pech, dan ben je en aan het zweten en het regent. Dan ben je gewoon sowieso zeiknat. Hoe duurder het jackie is, hoe meer waterdicht. Ik heb er eentje van On Running. Ik ben overigens niet gesponsord door On, was het maar zo'n feest. Maar On Running heeft een hele mooie kleding. Ik ben er echt heel blij mee. Echt een supermerk. Maar ja, hoe waterdichter het is, meestal ook hoe duurder het is. En hoe meer het ademt, ook meestal hoe duurder het is. Ja, dus je moet gewoon echt gewoon kijken naar wat je graag wil en wat je bereid bent om eraan uit te geven. Ademend vermogen, laagjes, wel of niet waterdicht hebben we behandeld. En dan nog korte of lange tight of kort of lange broek. Ja? Sommige mannen die hebben daar wat moeite mee om zo'n strakke lange hardlooptijd aan te trekken. Ja, want dat ziet eruit als een legging en weet ik veel wat. Misschien moet je jezelf even over dat probleem heen zetten, over dat beeld heen zetten. Want voorheen dacht ik ook, toen ik iets van 20 of 21 was, hè, zo'n korte of zo'n lange hardlooptijd, dat ziet er zo raar uit. En weet ik veel wat. Toen trok ik het aan en ging ik ermee rennen en toen zei ik, dit vind ik geweldig. Ja, ik ken mensen die hebben zelfs vrouwen tights waar ze in trainen. In dit geval is dat Reinier. Ja, maar als je de print mooi vindt en het zit lekker, meid, trek jij gewoon lekker een lange tijd aan. Maar even los van alle geintjes, zo'n hardlooptijd is wel belangrijk. Het voorkomt bijvoorbeeld schuren aan de binnenkant van je benen. Dat is een stukje comfort, om maar zo te zeggen. Maar een lange tijd is ook nog belangrijk dat als de temperatuur van het weer of buiten is onder de 15 graden, dan zou ik aanraden om een lange tijd aan te trekken vanwege je pezen, je knieën, je spieren, om te voorkomen dat daar de kou op slaat en dat je benen kou vatten terwijl je hard aan het werk bent. Nou, kan het zijn dat je het fijn vindt om tijdens een wedstrijd een korte tijd aan te trekken, ook al is het koud, maar meestal tijdens een wedstrijd dan loop je echt een flink tempo en dan krijg je het warm genoeg. En dan kan je ook nog wel misschien wel iets over je benen smeren. Je hebt verschillende oliën of zalfjes die je over je benen kan doen om het een beetje warm te houden. Ja, maar daar hebben we het later nog wel over. Basic zijn, ademend vermogen van kleding, laagjes, iets wel of niet waterdicht. En ik zou dus echt een lange hardlooptijd aanraden onder de 15 graden. Ja, even kijken. Goed, dan hebben we het nog over een horloge. Want het is belangrijk dat je wel weet hoe lang je bezig bent en wat je aan het doen bent. Want je bent natuurlijk een training aan het uitvoeren. Je doet uiteraard niet zomaar wat. Dus het is belangrijk dat je weet, hoe lang ben ik al aan het rennen? Hoe lang ben ik bezig? Of misschien heb je wel een interval gepland en dan moet je weten, oké, ik ben nu al 40 seconden op dit tempo aan het rennen met mijn versnelling. Even kijken hoor. Ik krijg een vraag tussendoor. Die vraag ga ik straks even beantwoorden. Komt goed, ja. De duur of de interval van de training kan je dus op je horloge kan je dan gewoon in de gaten houden. Nou, misschien heb je een normaal horloge, laten we even voor het gemak zeggen een G-Shock, die gewoon geen specifiek hardloophorloge is. Die heeft dan waarschijnlijk ook niet een hartslagmeting. Vraag is, waarom zou je een hartslagmeting willen gebruiken? Nou, voor hardlopen is dat wel handig als je specifiek gaat trainen, want dan weet je hoe hard je aan het werk bent. Ja, soms maakt hartslag niet zo heel veel uit in een wedstrijd. Kan het zijn dat je ervoor kiest om eerder op tempo te gaan lopen dan op hartslag. Maar dat is voor wedstrijden. Ja? Ik denk dat het handig is om met een hartslagband of een hartslagmeting te werken. Nou, hoe zou je dat dan kunnen meten? Dat zou op de pols kunnen, maar dat is wat onnauwkeuriger. Dan heb je zeg maar zo'n horloge zoals dit. En dan meet hij bij de pols.
Ja, je ziet die groene lampjes, die meten dan zeg maar de polsslagmeting. Maar een polsslagmeting is onnauwkeuriger dan een hartslagmeting middels een borstband. Ja, dan moet hij goed aansluiten. Dan moet hij niet te strak zitten, zodat je niet kan zwemmen. Maar je moet dus zeg maar die hartslagband goed laten aansluiten rond je borst. Dan heb je verschillende merken die dit allemaal doen. Zodat je tempo kan zien, duur, afstand, cadans. Je kan een heleboel verschillende dingen kunnen ze meten. En je hebt meerdere merken. Ik ben een groot liefhebber van Garmin. Maar ik heb ook een Polar gehad. En ik heb ook Suunto gehad. En zo heb je meerdere merken. Sommige merken zijn wat duurder. Sommige merken zijn wat goedkoper. Je moet gewoon kijken naar wat wil jij graag. Waar wil je geld aan uitgeven. En hoe belangrijk is het voor je. Ja, als je maar eens in de maand gaat hardlopen. Misschien moet je dan niet de Garmin Fenix 621 Titanium nemen met... Dat ik vol satellietnavigatie en HD-scherm. Ja, misschien is dat dan niet zo belangrijk. Ik vind het fijn om met Garmin te werken. Maar je hebt ook de Apple Watch heeft ook gewoon hartslagmeting of polsslagmeting. Alleen ik zou dus wel de borstband aanraden. Oké, dat zijn eigenlijk de dingen die we hebben behandeld wat betreft de basics. Behalve de gratis app die je ook nog kan gebruiken. Dat is een Strava-app. Strava is iets wat je kan downloaden op je mobieltje. Die app kan je dan gewoon aanzetten als je ermee gaat rennen. Ja, dat betekent dat je je telefoon bij je moet hebben. En dat kan je dan bijvoorbeeld in je broekzak steken of ergens in een nauw aansluitende hardloopband. Een soort riem die je zeg maar zo optrekt. En dan kan je daar je telefoon en je sleutels in doen. Zet je de Strava-app aan en dan ga je ermee rennen. Dan kan je bijvoorbeeld de duur van de training kan je dan meten. En de intervallen zou je dan ook zien, want hij kan dan zien hoe snel je rent. Want hij werkt gewoon met GPS. Dan kan het ook nog zijn dat je die koppelt bijvoorbeeld Strava aan je smartwatch of aan je hardloophorloge. Ja, en dan hoef je de telefoon bijvoorbeeld niet mee te nemen. Dan kan je bijvoorbeeld je telefoon lekker thuis laten. Jij gaat rennen, je komt terug. Je synct dan je horloge met het programma op je telefoon. Garmin heeft bijvoorbeeld Garmin Connect. En Garmin Connect kan je dan doorschakelen naar Strava, zodat alles automatisch wordt gelinkt met elkaar. En dan kan je bijvoorbeeld zo'n afbeelding krijgen die ik hier rechts heb. En dat is dan zeg maar van mijn hardlooprondje. In dit geval was het op 4 september, want ik ben 4 september jarig. En ik werd 4 september 2019 werd ik 40. Sanne die verraste mij met een reisje naar New York. Was hartstikke leuk. Was echt heel erg leuk. En ik had zoiets van, cool, ik kan eindelijk een keer gaan rennen in Central Park. Dus dat heb ik toen gedaan. En ik heb daar het grote rondje gerend. En dat was dan 11,2 kilometer. Ik had een gemiddeld tempo van 5 minuten 11 op de kilometer. En ik was 58 minuten en 23 seconden was ik aan het rennen. En waarom is Strava leuk? Het is een soort Facebook voor sporters, voor duursporters in dit geval. Want op Strava kan je onder andere... zwemmen, fietsen, hardlopen kan je dan posten. Hiken kan je posten. Wandelen kan je posten. Krachttraining kan ook. Maar je krijgt een mooie GPS-afbeelding van waar je bent geweest. En dan kan je ook, zoals je links onderin ziet bij de afbeelding, kan je dan ook kudos geven. Dat zijn zeg maar likes. En je kan er ook nog commentaar op geven. Bijvoorbeeld, ik kan het nu niet zien, maar bijvoorbeeld Pieter, die heeft bijvoorbeeld... waarschijnlijk heeft hij dit ook gelijk, want Pieter en ik volgen elkaar op Strava, en heeft hij rechts onderin, kan je bij de comments, kan Pieter zeggen, hey Noël, goed gedaan. Of hij kan bijvoorbeeld zeggen, Jezus, wat loop je langzaam, Noël. Ja, dat kan je gewoon allemaal in de comments dan kwijt. Je hebt dan nog meer wat je kan aflezen. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld dan, aan de linkerkant zie je dan bijvoorbeeld een analyse van je tempo. Kijk, dit is het algemene plaatje. En hier is... En hier zie je dan zeg maar wat meer een analyse van wat je hebt gedaan. Dus dan kan je bijvoorbeeld zien van dit was de afstand. Dit is hoe lang je hebt bewogen. Zoveel calorieën heb je verbrand. Je tempo. Hoeveel meters ben je omhoog en naar beneden gegaan. En je gemiddelde hartslag. Ja? En aan de rechterkant zie je dan bijvoorbeeld... Dit is één van de schermen die je kan zien. Zie je dan bijvoorbeeld pace. Een gemiddelde tijd. Moving time. Snelste tijd, langzaamste tempo. Dat soort dingen kan je gewoon allemaal aflezen. En dit is dus in de gratis Strava-app. Ja? Wordt ook niet gesponsord door Strava overigens. Goed, dan hebben we het, zeg maar, de basics gehad. En dan gaan we het hebben over de training. Hoe ziet de training eruit? Dat is eigenlijk heel simpel.
We hebben een warming-up. We hebben een kern. We hebben een cooling-down. Zijn er nog vragen? Nee, dat is een geintje. Dat is dus, dit is dus zeg maar hoe de training eruit ziet. Want er was trouwens wel een vraag. Ik ga heel even kijken wat de vraag was van iemand. En dat was... Even kijken. De vraag voor Pieter was, zijn jouw benen geschoren op de foto? Oké, ik ben blij dat die vraag eventjes tussendoor kwam. Kijk, hoe kan ik dit wegdoen? Dan moet mijn vraag weg. Zo. Het antwoord is ja. Goed, ik ben blij dat ik die vraag heb kunnen beantwoorden. Alle drie zijn geschoren. Mooi. De training hebben we net gehad. Warming up, inderdaad. Daar heb ik een filmpje op, die heb ik op YouTube gezet over de warming up. Wat zit er in de warming up? Hoe ziet de warming up eruit? Dan de kern, daar gaan we het straks over hebben. En de cooling down, en daar heb ik ook een filmpje gemaakt op YouTube. Die kun je gewoon op de YouTube van Breda SC kun je die vinden. Warming up voor hardlopen of cooling down voor hardlopen. We gaan het straks kort behandelen, want we komen straks ook op hoe dan een training eruit ziet. Goed, de warming-up. Zie het YouTube-filmpje voor als je er wat meer beeld en geluid bij wil hebben. Je moet denken aan iets van 5 of 10 minuten warming-up op een rustig tempo. Ja, afhankelijk van wat je niveau is. Want het kan ook zijn dat je als beginner bijvoorbeeld gaat wandelen op een flink tempo. Ja, dat ligt gewoon aan wat je niveau is en wat je doel is. Want voor sommige mensen is 10 minuten hardlopen is al een workout op zich. Ja, dus je moet dat aanpassen aan je niveau. Je gaat bijvoorbeeld 5 à 10 minuten rennen op een rustig tempo. En dan op het einde daarvan ga je dan bijvoorbeeld knieën heffen. Bijvoorbeeld voor 20 meter of 25 meter hakken billen doen. 10 meter of 20 meter huppelen en de kruispas. En die behandel ik ook in het filmpje. Het is belangrijk dat je de warming-up doet. Die moet je niet overslaan. Ik heb liever dat mensen 5 minuten minder lang bezig zijn met de kern van hardlopen. Dan dat ze zeggen, ja, staat de warming-up wel over en ik ga meteen door in mijn hardlooptraining. Nee, dat moet je niet doen. 5 minuten rustig rennen. Dan kan je best je horloge even stopzetten. Dan kan je best wel eventjes gewoon je oefeningen doen. Knieën even hakken, billen, huppelen en kruispas. En daarna, als je dat hebt gedaan voor 2 ronden, dan zet je horloge weer aan. En dan pas kan je echt daadwerkelijk op het trainingstempo gaan lopen. Ja, maar die warming-up is essentieel niet overslaan. Ja? Ja, maar bij mij kan het wel. Nee, bij jou ook niet. Niet overslaan. Goed. Dan de training. Dan heb je de kern. Afhankelijk van wat je doel is, of wat je training is, heb je dan bijvoorbeeld een kern. Ik heb hier 3 voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld een herstelloop. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn 40 minuten, rustig tempo, in een bepaalde hartslagzone of op een RPE. Stel dat je niet een hartslagband zou hebben. Een RPE is Rate of Perceived Exertion. Hoe zwaar hetgene voor jou voelt. Ja, dat kan best zijn dat je zegt van, ik wil dat je op een RPE van 6 gaat lopen. Dat betekent dat het echt gewoon best wel ontspannen is. Dat je gewoon kan praten terwijl je aan het rennen bent. Ja? Maar het kan zijn dat je een slechte dag hebt en dan is jouw RPE van 6 is lager. Ja? En met een hartslagmeter kan je dus veel specifieker aanvoelen. Want stel dat je een slechte dag hebt of je hebt slecht geslapen, dan zal je hartslag al wat hoger zijn. En als ik dan tegen je zeg, je mag niet boven de 140... Dan zal het zijn dat je misschien wat langzamer gaat rennen dan je denkt. Voor mij is 140 nog steeds wel een oké tempo. Dan kan ik nog best wel doorlopen. Maar dat verschilt dus per persoon. Dat is een voorbeeld van een herstelloop. Intervallen. Het kan ook zijn dat je intervallen moet gaan rennen. Bijvoorbeeld je doet je warming-up. En daarna is de kern 6 keer 1000 meter rennen op een tempo van 4 minuten 12 op die 1000 meter. En dan ga je 1000 meter terug dribbelen of 800 meter terug dribbelen. Whatever. Ik gaf gewoon een voorbeeld. Dit is toevallig een voorbeeld van wat ik heb gedaan als intervaltraining toen ik aan het trainen was voor Ironman Frankfurt. Dan moest ik warming-up doen, 1000 meter op 4.12 rennen. Mijn rust was eigenlijk niet 1000 meter terug. En dan herhaalde ik dat nog een keer en nog een keer en nog een keer. Zat ik 6 keer 1000 meter op een bepaald tempo. Een duurloop kan het ook zijn, 90 minuten op een bepaalde hartslagzone. In dit geval was mijn zone 3 is 135 tot met 145. Dus weer met hartslagzone. En met een band gemeten. Ja, dus dit zijn 3 verschillende voorbeelden van een looptraining waarbij het doel dus steeds iets anders zou zijn. Dit is dan een voorbeeld van de kern. Kijken. Ik ben even stiekem aan het kijken dat ik niks oversla. Nee. Oké, mooi.
Dan hebben we natuurlijk nog de cooling down. Daar heb ik ook een filmpje van gemaakt. Die staat ook op YouTube. Denk aan 5 of 10 minuten. Ook weer rustig. Weer een beetje je hartslag naar beneden krijgen. Je ademhaling weer meer onder controle krijgen. Voordat je naar binnen gaat, ga je buiten de deur nog eventjes lopen rekken en strekken. De oefeningen die heb ik daar ook op YouTube gezet. Dan ga je douchen en dan raad ik je aan om water te drinken onder de douche. Ja, en als je dan uit de douche bent gekomen, dan ben jij schoon en je bent weer gehydrateerd. Ik zou zeggen iets van 500 milliliter aan water gewoon weer naar binnen werken. Ja, en dan als je uit de douche komt, is je bidon leeg. En heb je dat allemaal alweer geregeld. Ja? Oké. Okay. De opbouw. Opbouw van de training. Dat hangt allemaal af van wat is je doel? De ene zijn doel hoeft niet de ander zijn doel te zijn. Ja? Is het de eerste keer dat je eigenlijk met lopen begint? Dan zou het eerste doel voor jou kunnen zijn, ik wil 5 kilometer kunnen hardlopen. Dat is een perfect doel. Daar is niks mis mee. Ja, want zoals ik al zei, alle begin is moeilijk. En ik moest op een gegeven moment ook ergens mee beginnen met 5 kilometer. En misschien is het wel 5 kilometer... Nee, daar kom ik dadelijk op. Daar kom ik dadelijk op. Je 5 kilometer die je wil lopen voor de eerste keer. Prima is het doel. Maar misschien is jouw doel wel een nieuw PR op de halve marathon. Dat je zegt van, oké, ik wil heel graag, ik zeg maar wat. Voor mij persoonlijk bijvoorbeeld. Ik wil heel graag altijd onder de 1.30 lopen op de halve marathon. Ja, mijn PR van vroeger was 1.18. Maar nu ik ouder ben, wil ik graag onder de 1.30. Dat vind ik een mooi persoonlijk doel voor mij. Maar dat zou net zo goed 1.40 kunnen zijn. 1.35. Voor mij persoonlijk, ik vind onder de 1.30 vind ik altijd mooi. Maar dat zijn wel 2 compleet andere doelen. 5 kilometer hardlopen voor de eerste keer is iets anders dan een halve marathon onder de 1.30 lopen. Dus de opbouw heeft te maken met wat je doel is. En, veel belangrijker, wat kan je nu? Als jij nog nooit hebt hardgelopen in je hele leven en je zegt van mijn niveau is 0 en mijn doel is ik wil sneller zijn dan Eliud Kipchoge en ik wil ook die marathon onder de 2 uur lopen, dat gaat toch wel een beetje lastig worden. Ja, dus het heeft allemaal te maken met wat kan je nu, wat is je doel en hoeveel tijd heb je. Stel dat je voor jezelf een doel hebt gezet en dat is bijvoorbeeld die 5 kilometer bijvoorbeeld bij de singeloop. Singeloop in Breda is een hele leuke loop om te doen. Ze hebben 5 kilometer, 10 kilometer, halve marathon. Dus afhankelijk van jouw doel kan je gewoon meedoen aan de singeloop. Nou, stel dat die is aan het einde van het jaar meestal, in de herfst is de singeloop. Als je nu begint, dan heb je wel wat tijd om die eerste 5 kilometer te gaan doen. Ja, voor mij, ik hoop dat de single dit jaar weer doorgaat. En dan wil ik graag weer meedoen met de halve marathon. En dan wil ik hem graag weer onder de 1.30 lopen. Dan moet je dat gaan indelen. Dus afhankelijk van wat je doel is en wat je niveau is en hoeveel tijd je hebt, dan moet je dat gaan indelen. Dit kan ik nu. Dit moet ik kunnen. Hoe ga ik die tijd indelen? Maar hoe je dat ook gaat indelen, er moet een geleidelijke opbouw in zitten. Je kan niet beginnen met een halve marathon te trainen als je nog nooit eerder hebt gelopen. Dus die geleidelijke opbouw, ik weet dat een heleboel van deze dingen common sense zijn, maar ik vertel het er maar eventjes bij, want het gaat nooit zo snel als je zou willen. En je wil altijd graag zo snel mogelijk, zoveel mogelijk resultaat. Alright. Hoe ziet die geleidelijke opbouw er dan uit? Dit is een voorbeeld van de programmering die we hebben verstuurd via onze Thuisfront Challenge en trainingen. En dit is week 3 van de beginners of de niet ervaren lopers. En als je dan meekijkt naar wat daarin staat, dan heb je hier bijvoorbeeld programmering staan. Warming up is 5 minuten stevig doorwandelen. Dat is wat we voor de beginners dan bijvoorbeeld aanraden. Knieën heffen, hakkenbillen, skipping ofwel huppelen. Dan de kruispas. En dan is de kern, dan ben je 20 minuten bezig met 200 meter rennen en 60 seconden wandelen. En zo doe je dat 20 minuten lang totdat je klaar bent. Dan heb jij jouw aantal meters gemaakt. En dan doe je cooling down, 5 minuten stevig doorwandelen. Dan ga je water drinken, stretchen, foamrollen. En dat was jouw training dan voor vandaag. En zo heb je dan je tweede workout voor die week. En die zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn je warming up, hetzelfde. En daarna 8 keer 200 meter rennen, 200 meter wandelen. Ja, dan heb je echt een vaste afstand. En bij die 20 minuten kan het zijn dat je wat meer hebt dan iemand anders. Maar bij de tweede training voor de niet ervaren lopers heb je dus echt een
heel duidelijk gekaderde training. Ook een cooling down en dan ben je klaar. Nou, kijk je bij de uitleg van de heart rate zones. En dit is op de hand van wat bijvoorbeeld Garmin aangeeft als jij jouw Garmin aanzet. Dan geeft hij bijvoorbeeld bepaalde hartslagzones aan. Ik zal het even laten zien. Zone 1, 2, 3, 4 en 5. Kijk, en dan hier zo kan je bijvoorbeeld zien bij mij. Geeft hij bepaalde hartslagzones geeft hij dan aan. Zo zou je dat dus zeg maar ook af kunnen lezen. En soms werken wij met hartslagzones. In dit geval bij de beginners heb ik dat voor gekozen om dat niet te doen. Maar je kan ook met een RPE werken. Hoe voelt het op een schaal van 1 tot 10? Waarbij 1 nog net niet slapen is. En bij 10 is het gewoon maar een keiharde sprint. Ja, dus RPE zou je ook mee kunnen werken. En zo zou dus zeg maar een beginschema eruit kunnen zien. Dit is een voorbeeld. Maar hoe ziet dan bijvoorbeeld een ander schema eruit? Nu ga ik bijvoorbeeld voor de gevorderde lopers laten zien. Dus kijk even mee naar de eerste training eigenlijk van de beginners. De niet ervaren lopers. Dat is dus 200 meter rennen en 6 seconden wandelen. Maar een kern van de ervaren lopers is heel wat anders. In dit geval hebben zij ook een warming-up. Maar dan gaan zij rennen 5 minuten, doen ze alle oefeningen. Maar hun kern is dan 40 minuten bovenin zone 3 lopen. Dus dan zitten ze aan de grens van hun zone 3. Met in die 40 minuten zone 3 gaan zij 60 seconden in zone 4 rennen en daarna 90 seconden rust. Dat doen ze 4 keer. Dan gaan ze 5 minuten rustig rennen en daarna lopen ze nog een keer 4 sets van 60 seconden in zone 4 en 90 seconden rust. Dus die opbouw, daar zit een wereld van verschil tussen de mensen die dus 200 meter rennen en dan 6 seconden wandelen voor 20 minuten. En de kern voor de ervaren lopers, die zal sowieso wel 2 keer zo lang met veel stevigere tempo's. En die kan je al meer opdrachten meegeven, specifieke intensiteiten op meegeven. Dus je snapt dus, hoop ik, dat er een wereld van verschil zit tussen de ene training en de andere training. En dat kan je niet zomaar even uit het niets gaan doen. Nou, er moet dus een geleidelijke opbouw in zitten. En zelfs voor de ervaren lopers moet er dus een geleidelijke opbouw in zitten. Want je hebt eerder een blessure te pakken dan dat je ervan af bent. Zij werken ook gewoon nog met die hartslagzones of met de RPE. Hoewel ik voor de ervaren hardlopers zou ik zeggen van investeer gewoon even wat centjes in. Ja, ik ben chauvinistisch en Inge zit erbij. In een Garmin. Investeer gewoon eventjes wat centjes in een Garmin. Ja, en dan hoor je dat. En de reden waarom ik dat zeg is omdat Inge voor Garmin heeft gewerkt. Ja, Inge, thumbs up. Inderdaad, ik ben een Garmin-liefhebber. Maar nogmaals, sommige mensen hebben liever een Polar. Nou, dat is ook prima. Dat is ook een kwaliteitmerk. En een Suunto. Ook prima. Ja, gebruik waar jij je goed bij voelt. Ik voel me goed bij Garmin. Helaas word ik ook niet gesponsord door Garmin. Ik heb het geprobeerd via Inge, maar het is niet gelukt. Geleidelijke opbouw. Daar gaan we het nog heel eventjes over hebben. Terug naar waar we net op het eigenlijk over hadden. Die geleidelijke opbouw is keihard belangrijk. Bouw het op een stabiele, brede basis. Een goed fundament. Met alles erop en eraan. Van het juiste schoeisel. De juiste kleding. Wel of niet een hartslagmeter. Wel of niet een band. Het werkt allemaal mee met meer kennis en meer ervaring en je lichaam aanvoelen voor een geleidelijke opbouw. Er zijn nog wel een paar dingen die heel belangrijk zijn als je dit allemaal gaat doen. Strava is hartstikke leuk, maar wat je niet moet doen is je trainingen afvinken alleen maar zodat je een goede, mooie Strava-tijd hebt. Want als jij je niet goed voelt, maar je denkt van oh nee, maar ik wil niet dat andere mensen zien dat ik niet goed heb getraind. En ik wil eigenlijk heel snel, ik wil eigenlijk heel graag onder de vijf minuten op mijn Strava. En anders dan gaan ze denken dat ik niet. Nee, nobody cares. Nobody cares. Ja? Ik weet dat het lastig is, want iedereen wil graag kudo's en likes en habbo points en weet ik veel wat. Iedereen wil graag die erkenning. Maar eigenlijk maakt dat niet zo heel erg veel uit. Dus laat je ook niet lijmen door je training overboord te gooien of harder te werken dan eigenlijk slim is. Alleen maar vanwege Strava. Het gaat nooit zo snel als je wil. Dan heb ik het over je tempo. En dan heb ik het ook over de vooruitgang. Het zal gewoon even wat tijd kosten. Ja? De training kost tijd. Het blijven trainen kost tijd.
en het tempo steeds hoger krijgen en je tijden steeds scherper krijgen, kost letterlijk een figuurlijke tijd. Hoe voel je je? Ja, je hebt rate of perceived exertion. Je hebt hoe zwaar voelt de training voor jou vandaag? Dat kan verschillen per dag als je slecht hebt geslapen of je hebt gewoon een heel onrustige nacht gehad vanwege je partner of je baby of je hond loopt te blaffen de hele nacht of weet ik veel wat. Misschien is er wel schuin tegenover je, is de brandweer wel een huis aan het blussen of zo. Ik verzin maar even wat. Dan heb jij gewoon minder goed geslapen of je bent ziek, dan voel je wat minder denderend, dus dan is je rate of perceived exertion al anders. Of, in dit geval staat RHR erin, je resting heart rate. En dat kan je bijvoorbeeld meten 's ochtends vroeg aan je pols. Of in dit geval bijvoorbeeld bij Garmin, omdat die constant om je pols heen zit, kan je bijvoorbeeld ook je resting heart rate met je pols in de gaten houden. En dan kan je zien, is die hoger dan normaal? Dan weet je dat. Overige dingen, ja, misschien heb je wel een whoop of een aura ring of whatever. En weet je ook gewoon van, ik voel me niet zo denderend. Onlangs moest ik aan de antibiotica. Een weekje antibiotica. Maar ik ging afgelopen week weer rennen. In de woorden van mijn triathlon coach, Evert. Hij zei van, het is alsof je even een jasje hebt uitgedaan, zeg maar. Het is echt, dan merk je gewoon van wat antibiotica met je doet en je training. Dus als je merkt, het is wat zwaarder, ja. Dan zal je gewoon je training wat minder denderend zijn. De geleidelijke opbouw heeft ook te maken met je aanhechtingen, je spieren, je pezen. Als je wat zwaarder bent, kan het zijn dat lopen ook wat zwaarder is. Als je wat lichter bent, dan loop je misschien wat lichter. Ja? Is het koud? Heb je al veel gelopen? Al die dingen hebben invloed op hoe je spieren voelen, je aanhechtingen, je pezen voelen. En je aanhechtingen en je pezen, die zullen er langer over doen om te wennen aan de nieuwe belasting van lopen dan bijvoorbeeld je spieren. Je spieren zeggen, wauw, nou klaar om te gaan. Je knieën zeggen misschien, laten we even lekker rustig gaan. Of je achillespezen of andere onderdelen van je lijf die wat minder denderend zijn door bloed. Ja, spieren zijn beter door bloed natuurlijk, dus die kunnen zich makkelijker aanpassen. Maar aanhechtingen en pezen zijn minder goed door bloed. Ja? Loopschoning en looptechniek. Als jij een beginnend loper bent, dan heeft het zin om toch nog wel wat aandacht te besteden aan loopschoning of looptechniek. Als ervaren loper kan je dat ook doen, maar net zoals bijvoorbeeld met krachttraining of strength conditioning, als je al heel lang op een bepaalde manier hebt gedaan, ik zie vragen opkomen, dat is goed, daar kom ik dadelijk even op, want ik kan hem nu even niet openen. Als jij die loopscholing gaat doen, en je hebt jezelf al iets aangeleerd op een bepaalde manier, dan moet je dat eerst weer afleren en het op een andere manier aanleren. Maar ik zie wel meerwaarde in loopscholing. Voor de beginner is het wat makkelijker dan voor de ervaren loper. Kan het soms nog even ietsje meer sleutelen zijn. Maar efficiënt hardlopen, zorg ervoor dat je dus soepeler gaat hardlopen. Want hoe je het ook bent of verkeerd, looptechniek, hardlopen is eigenlijk best technisch. Dus zwemmen is bijvoorbeeld ook heel erg technisch. Maar hardlopen is ook een hele technische, kan een hele technische sport zijn. En dan zou je toch echt meer op je midvoet, voorvoet looptechniek moeten gaan focussen. Of misschien wat korte grondcontact. Of afwikkeling op een andere manier. Maar ook met het bovenlichaam. Met een actieve arm inzet. Niet je middenlijn kruisen met je vuisten. Zodat je eigenlijk rotatie krijgt. Dat wil je niet. Want je wil recht naar voren. Dus dat heeft ook allemaal met looptechniek te maken. En het heeft zin om daar tijd aan te besteden. Ja. Soms gaat hardlopen vanzelf. En soms gaat het absoluut niet vanzelf. Want net zoals dat je wel eens goede dagen hebt met je krachttraining. Of dat je gewoon op je werk bezig bent of whatever. Dan denk je echt van, wow, het gaat echt makkelijk vandaag. Het gaat bijna vanzelf. En zo heb je dat ook met hardlopen. Alsof je heel de tijd wind mee hebt. Heuvel af. Lekker weer. Zon in je gezicht. Dan denk je, wauw, wat is van die hardlooptraining? Wat is de hardlooptraining lekker vandaag? Dat gaat meestal niet zo. Dus als je het idee hebt van, wow, het gaat lekker vandaag, geniet ervan. Maar dat zal niet altijd zo zijn. Meestal gaat het niet heel erg soepel je lopen. En dan wil ik het nog even hebben, ik had het toevallig over de singeloop, over wedstrijd plannen. Is het slim om een wedstrijd te plannen? Voor sommige mensen kan dat helpen, omdat je dat jou kan motiveren om je looptraining te blijven doen. Ja, je eerste 10 kilometer, je eerste 5 kilometer, je eerste halve marathon, het finishen van een marathon, whatever. Het moet natuurlijk wel een slim doel zijn wat op een slimme manier haalbaar is, zeg maar, een realistisch doel is.
Maar je eerste 5 kilometer wedstrijd over een half jaar, als je nu nog niet hebt gelopen, waarom niet? Ja, onder het half uur. Of je eerste 10 kilometer onder het uur, waarom niet? Het kan je helpen om je gemotiveerd te houden, omdat je een soort afspraak maakt met jezelf, om te blijven lopen. Ja? Dus dit zijn dingen die jou kunnen helpen met je looptraining. En dit is even een hele belangrijke. Some days you're hot, some days you're not. Dit is een mooie vergelijking van, in dit geval van mij. De linkerfoto is de finish van de halve triathlon in Heilbronn. Was mijn oefenwedstrijd voor Ironman Frankfurt. En het was lekker weer en ik liep 44 op de kilometer in de halve marathon tijdens de halve triathlon. En ik finishte gewoon in een nette tijd van iets van de 1:40 finishte ik, geloof ik. 1:38 of 1:39 deed ik over die halve marathon in die halve triathlon. En het was een fijn, mooie finishfoto, zon op mijn gezicht. En ja, prachtig. De andere kant is de singeloop vorig jaar. En ik kreeg na 10 kilometer kreeg ik last van mijn hiel. En mijn kuit die ging op slot. En ik deed piepend en krakend. Deed ik uit mijn hoofd 1:37 over die halve marathon. Dus op de linkerfoto in de zon was ik 2 minuten langzamer. En was ik hartstikke blij. Maar dat was dan in een halve triathlon. En de rechterfoto deed ik eigenlijk 2 minuten sneller over. Maar het was gewoon echt gewoon een kutwedstrijd. Ja, en het was regen, het was ellende. En dat zit er ook tussen. Hardlopen is niet altijd soepeltjes. Het gaat niet vanzelf. Ja, dus dit moet je ook absoluut onthouden. Dat het niet altijd een feestje is. Maar het maakt niet uit. Een slechte hardlooptraining is nog steeds een hardlooptraining. Maar, en dit is even belangrijk, de aanhouder wint. Ik heb hier een verzameling van een foto van mijn finishermedailles. Ik heb dit al eens vaker gezegd. Ik heb deze foto ooit 1 keer eerder gepost. Want ik ben niet zo heel erg... Ik hou niet zo heel erg van opscheppen daarover. Het klinkt heel raar, maar dit is een hele persoonlijke foto eigenlijk. Want dit zijn medailles van de wedstrijden die ik heb gedaan. Maar vergeleken bijvoorbeeld met mijn prof-triatleet Evert. Die heeft echt zoiets van, dit doet hij bij wijze van spreken in 2 jaar. En dit is waar ik dus zeg maar bijvoorbeeld 18 jaar over heb gedaan. Het zijn gewoon verschillende medailles. Van halve triathlons, van de Ironman, van de single loop, die heb ik echt een paar keer gedaan. van de marathon, van halve marathons, de Egmond aan zee halve marathon. Ik heb hier gewoon... Dit is van 18 jaar tijd, 20 jaar tijd, of sorry, 22 jaar tijd van hardlopen. Ja, maar je moet het gewoon doen omdat je het leuk vindt. En gewoon doelen stellen voor jezelf. Ja, korte afstand, lange afstand, wat het voor jou ook is, weet je wel. Ik zeg maar wat, je hebt 10 kilometer lopen, 5 kilometer lopen. Je kan de 10 Engelse mijl lopen, bijvoorbeeld de Tilburg 10 miles, die heb ik ook een keer gelopen. Er zijn zoveel leuke wedstrijden die je kan doen. En een wedstrijd kan jou helpen om te blijven lopen. Sommige mensen zullen nooit een wedstrijd lopen. Dat is prima. En anderen die vinden het leuk om bijvoorbeeld maar 1 per jaar te doen. Waar ze dus naartoe kunnen werken. Kijk wat werkt voor jou. En dan kan je ook gewoon wat leuke dingen doen. En lekker blijven lopen. Ja. Alright. Conclusie van hardlopen. Nou, hier komt hij. Ik heb hem eigenlijk gewoon gejat van iemand. Maar ik heb mijn eigen naam even ondergezet. Omdat ik hem heb vertaald. Het wordt nooit makkelijker, je gaat alleen sneller. En dat is eigenlijk wat hardlopen is. Het is eigenlijk van Heilige Gebre Selassie, die zei... It never gets easy, you just go faster. Ja, en Heilige Gebre Selassie was gewoon de absolute top in marathons lopen. En hij kwam met die uitspraak. Maar daar komt het op neer. Het wordt nooit makkelijker, je gaat alleen sneller. Ik wil even dat je weet dat het tempo wat Evert... Mijn proftriatleet, zeg maar, loopt voor zijn gevoel voor in de wedstrijd, voelt net zo oncomfortabel voor mij, net voor de hoofdmoot, en voelt net zo oncomfortabel voor iemand die zijn best doet, net zo hard zijn best doet, die achterin de wedstrijd meeloopt. Ja? Het voelt net zo hard, het is net zo oncomfortabel. De eerste vent, de middelste en de laatste. Ja? Het is altijd oncomfortabel, alleen de ene loopt sneller dan de ander. En als je dat in ieder geval voor ogen hebt, dan weet je in ieder geval van
dat het nooit eigenlijk een stuk comfortabeler gaat voelen. Alleen soms heb je wedstrijden tussen zitten of trainingen tussen, dat je echt zegt van, oh, ik heb echt lekker lopen vandaag. Alright, de weekopdracht. Doe 2 looptrainingen. Dat is mijn weekopdracht voor jullie. En dan kan je zelf bekijken wat jouw looptraining kan zijn. Dat kan een beginnerstraining zijn, dat kan een gevorderde training zijn. Alleen wees even slim. Misschien wil je hem zelf ergens aanpassen. Dat je denkt van, ik hou dat tempo ietsje naar beneden. Of, ik doe het tempo van de beginners ietsje omhoog. Kijk even wat voor jou slim is en wat voor jou haalbaar is en verstandig is. Ja, niet per se een gevorderde looptraining eruit willen persen en dan jezelf in de blessures werken, want niet vergeten, geleidelijke opbouw is belangrijk. Maar de weekopdracht is, doe 2 looptrainingen afhankelijk van jouw niveau. En nu gaan we naar de Q&A. Dus wat ik ga doen is, ik ga stoppen met sharen. Dan ga ik even kijken naar de chat. Inge zei, ik ga eventjes iedereen unmuten. De vraag die Inge had was, als er nog mensen zijn die vragen hebben over het assortiment van Garmin, dan kan je dat vragen aan Inge. Dus dat is de goeie. Dankjewel Inge. Geen probleem. Sorry, maar het is heel goed. En bij Pieter was nog een opmerking. Op Strava kun je nu ook ervaren inspanningen noteren bij de training. Ja, dat klopt. Strava gaat inderdaad steeds meer als een dagboekwerk in plaats van alleen maar showing off. Ja, dat is helemaal waar. Ik gebruik ook Training Peaks. Dat gebruikt Evert bij mij om mijn trainingen te bespreken. En daar kan ik ook invullen hoe voelde het vandaag. En zijn er nog extra opmerkingen die je erbij wil doen. Maar ik ben blij, dat is een hele goede opmerking Pieter. Ik ben blij dat mensen het meer dan alleen maar laten zien van, kijk, ik heb zo hard gelopen. Want hardlopen, als het goed is, doe je heel lang, een heel leven lang. Dus wat je niet wil, is inderdaad alleen maar rennen, jezelf naar de kloten helpen en dan alleen maar om stoer te doen. Want dat is helemaal niet stoer. Het is stoer als je gewoon slim traint. Oké. Zijn er nog vragen van jullie over wat we hebben behandeld of over dingen die we misschien niet hebben behandeld? Ja, ik heb een vraagje. Die is van Marlou. Okay. Die moest helaas werken, dus die kon hem niet helemaal afzien. Maar schande. Wat zeg je? Schande, ja. Ja, ongelooflijk. Ja. Haar vraag was, waarom dragen mensen compressiekousen? Waar is het voor en zou je het aanraden? Nou, goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb toevallig een artikeltje geschreven op mijn blog. En daar staat inderdaad ook bij over die compressiekousen. Die rare sokken die mensen dragen. Ik denk dat het handig kan zijn voor mensen die bijvoorbeeld last hebben van hun kuiten na de looptraining. Die compressie kan werken waarbij het wat meer de het zijn, ja, het is een soort sport-BH voor je kuiten. Daar komt het op neer. Ja, het geeft wat ondersteuning. En het kan dus voorkomen dat je misschien wat last krijgt tijdens het lopen. En ik zou zeggen, probeer het eens uit. En als ik dat dan aanraad, dan zou ik eerder de calf sleeves aanraden dan de complete sok. Want een sok slijt meestal in het gedeelte wat om je voet zit. En als je dan, zeg maar, die compressiekousen, die wil je ook aangemeten hebben. Dat kan ook vaak bij een hardloopspeciaalzaak. Ik zou dan de sleeve nemen, want de sleeve die slijt minder snel om je kuit. En de sok die sluit wel redelijk snel. Dus ik zou compressiekousen of compressiesleeve zou ik aanraden voor je kuit. Zeker als je begint, dan kan dat al een heleboel ellende kan dat schelen. Ja? En het is heus niet, het is echt niet een heel fortuin. Misschien een paar tientjes en dat kan je een hoop ellende besparen. Dus daar is het voor. Raad ik het aan? Ja, ik heb ook gerend met compressie-sleeves. Dus je hebt genoeg merken. Ik zou het aan laten meten bij een fatsoenlijke hardloopspeciaalzaak. Is daar jouw vraag mee beantwoord? Jazeker. Mooi. Inge, jij hebt ook een vraag. Over ademhaling. Heb je daar nog tips voor websites of apps die je daarbij kunnen helpen? Ademhaling. Mijn grootste tip voor ademhaling is om het te blijven doen. Dat is keihard belangrijk. Dus ik doe het al mijn hele leven. Ademhaling bij rennen zou ik inderdaad zo willen dat
voor mij, en in mijn ervaring, is het zo dat als ik mensen coach met rennen, is dat ik ze vertel om met hun stappen adem te halen. Dus als je bijvoorbeeld gaat rennen, is het in, in, uit, uit. In, in, uit, uit. In, in, uit, uit. Dus dan is het in door je neus en uit door je mond, als dat gaat. Kijk, als het tempo omhoog gaat, dan zal je waarschijnlijk alleen door je mond gaan ademen, maar dan is het gewoon... Ik heb wel een oneven ademhaling gehoord, bij juist omdat je dan de belasting, en misschien als je zwaarder bent dan handig, maar dat je dan de belasting op je lichaam beter verdeelt. Dat klopt. Dat is het ook. Kijk, ademhaling, als dat niet klopt, dan kan je je training gewoon sowieso niet goed uitvoeren. Want als je alleen maar aan paniek ademen bent, is het alleen maar, dan ga je dat niet volhouden. Zeker niet een uur lang. Dus inderdaad, je moet je ademhaling, dus je tempo wellicht aanpassen aan je ademhaling. Want anders dan ben je ook sneller aan het verzuren en dan wordt het lopen echt niet een lolletje. Dus die ademhaling is essentieel. En inderdaad, wat jij zegt, Renier, dat is inderdaad gewoon, je moet gewoon, voor mij werkt dit in door je neus, uit door je mond en dan rustig. En de bedoeling is ook dat je eigenlijk je ademhaling ontspannen is. Dus als je schouders omhoog gaan... zo aan het ademhalen, dan is dat niet oké. Je looptechniek gaat ook achteruit en dan maak je het jezelf alleen maar zwaarder. Alleen omdat jij niet op een efficiënte manier aan het ademhalen bent. Ja? Dus, en ook zoveel mogelijk vanuit je buik, neem ik aan. Als het gaat. Maar buikademhaling is eerder of meer vanuit om te ontspannen. Je bent natuurlijk wel met een inspanning bezig. Dus buikademhaling is eerder om het parasympathische zenuwstelsel te stimuleren. Maar we zijn... vooral bezig met een actie, met het sympathisch zenuwstelsel. En dat is eigenlijk gewoon tijdens de activiteit. Maar inderdaad wel in door je neus en uit door je mond. En probeer het niet oppervlakkig te doen. Maar weet je, ik zou... de buikademhaling zal waarschijnlijk niet lukken tijdens je looptraining. Maar ontspannen ademhalen, niet geforceerd ademhalen is wat ik eigenlijk bedoel. Dat is eigenlijk wel wat het doel zou moeten zijn tijdens je looptraining. Oké. Daar iets mee? Kan je daar iets mee? Ja, zeker. Ja. Zo. Zijn er nog meer vragen? Ja, Naomi. Ja. Oh, sorry. Jij bent dadelijk Pieter. Naomi, jij was als eerste. Jij stak je hand als eerste op. Ja, ik heb heel veel last van mijn kuiten als ik aan het hardlopen ben. En ik vroeg me af... Ik heb van die sleeves. Ja. Dat dacht ik al van... Maar die zijn al oud. Dus ik weet niet of ze goed zijn aangemeten. Maar is er verder nog iets wat ik zou kunnen doen? Ja, dat is een goeie. Ik wil niet dat jou tegenhoudt om te gaan lopen. Want ondanks wat Sanne vertelt, kan hardlopen heel erg leuk zijn. Maar Sanne is niet een groot liefhebber van hardlopen. Dat is niet erg. Gelukkig houdt ze van mij en ik hou van hardlopen. Dus stiekem houdt Sanne ook een beetje van hardlopen. Maar via mij. Ik denk dat het belangrijk is dat je met je schoenen en je sleeves even langs een hardloop speciaal zaak gaat. Ik kan het. Ik heb altijd een goede service gehad bij Run Today en bij Lopers Company van Berry. Dus ga naar een van de twee en neem je sleeves en je hardloopschoenen mee en laat het even controleren. Want ik zou eerst denken, schoenen zijn misschien niet in orde en mogelijk sleeves, maar dan moet je de sleeves ook even meenemen. Dus neem, en dit is een hele goede, dankjewel Naomi, een hele goede vraag. Stel dat je al wat hebt, maar je twijfelt, ga dan met je sleeves en je schoenen langs de hardloopspeciaalzaak en laat hen er even naar kijken. Ja, let ook wel op of je daar een ervaren iemand hebt of niet. Want ik heb ook wel eens iets laten aanmeten door iemand die wat minder ervaren was. Dat werkte niet zo goed. Precies. Dus echt soms, je merkt het aan iemand die daar staat of dat ze raad mee te weten met jouw vraag of eigenlijk niet, dan zou ik toch een ander keertje teruggaan. Dat is goed, inderdaad. Ja. En wie zegt dat je naar eentje hoeft? Ja, het kan zijn dat ze gewoon zeggen, ja, we willen wel naar je looptechniek kijken, maar dat kost bijvoorbeeld 2 tientjes en dat wordt dan van je hardloopschoenen afgehaald als je die dan koopt. Ja. Misschien moet je dat... Het is, wat heb je liever? Weet je, als je toch weet dat je nieuwe schoenen moet hebben... Ja, dan ga je naar een ervaren iemand. En anders kun je online ook nog kijken... wat is een capabele hardloopspeciaalzaak. Maar ik zeg al bijvoorbeeld voor Run Today in Breda... en Lopers Company in Breda... zijn allebei gewoon heel erg goed. Dus die zou ik aanraden. En mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Lopers Company. Maar dat is, laat je daar niet door lijmen. Maar doe Berry wel de groeten als je er bent geweest. Bij beide krijg je korting als je bij Breda AC traint. En je gaat naartoe en dan zeg je... Nee, ik train bij Sanne en Noël van Breda AC. Dan geef je de geheim een handdruk en dan komt het helemaal goed. Alright. Pieter, je had een vraag. Ik weet niet wat jij die ervaring hebt, Noël. Maar
over de, niet zozeer over de sleeves, maar over de compressie sokken, zeker vanuit het wielrennen ook. Ja. Niet alleen wielrenners, of veel wielrenners gebruiken ze niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook daarna voor het herstel. Ja. Hardlopers trouwens ook. Ja. Dus dan niet de sleeves, want die moeten direct uit. Ja. Maar die compressie sokken wel voor de peneuze terugvoer van je, hè, van je, ja, van je bloed. Ja, dat er zijn ook mensen die dat... Zeker de avond na het trainen wordt dat ook heel veel gebruikt, ja. Ja, klopt. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld dat in een vliegtuig aandoen. Als je bijvoorbeeld een wedstrijd gaat doen. Ja, dus, ja, ja. Ja, inderdaad. Dus dat kan inderdaad, ja. Weet je, dus ja. Ik zeg bijvoorbeeld dat foam roller zou ook eventueel wel kunnen helpen de dag daarna. Maar wat Pieter zegt is ook, weet je, als je echt zegt van, ik ben helemaal van de spulletjes en de dingetjes en zo, dan zou je dat inderdaad kunnen doen, absoluut. Goeie, Pieter. Zijn er nog andere? Lee stak net zijn hand op, maar misschien was je al gewoon even je mouw aan het goed doen of zo. Ik was ook nog niet klaar, maar... Oh, ja, tuurlijk. Kom maar, Pieter, zeg maar. Ik had een andere vraag. Ja, op je APA, hè? Ja. Jij hanteert steeds, zag ik, schaal tussen 0 en 10. Ja. Maar hier is ook een schaal, en dat is misschien ook wel grappig, ik weet niet of je daar ervaring mee hebt, maar ik wel in mijn vak, tussen 6 en 20 wordt die gehanteerd. Ah. En als je geen... Het schijnt zo te zijn, het is een beetje gebaseerd op je hartslag. Dus als je niet het geld uit wil geven voor een hartslagmeter, die schaal tussen 26, waarbij 60%, hartslag 60, is gebaseerd op hartslag. Dus je kan ook daar je maat voor inspanning. En er zijn veel onderzoeken naar gedaan waarbij dat behoorlijk goed blijkt te kloppen. Oh, mooi. Wij gebruiken de RPA-schaal of de Borg-schaal. Ja. Niet tussen 0 en 10, maar tussen 6 en 20 in mijn werk. En zo zo'n grappige toevoeging. Ja. Dat is een mooi, ja, absoluut. De reden waarom ik van 1 tot 10 heb gekozen in de coaching die ik in dat geval doe, is omdat ik aan mijn, en dat weet bijvoorbeeld Joost, want die heeft de PT van mij genoten. Mm. Ik vroeg altijd aan mensen die ik coach vraag, altijd, hoe voel je je vandaag op schaal van 1 tot 10? En die weet het ook, hoe voel je je? Schaal van 1 tot 10. Ik vraag het altijd. En dus daarom dat ik ook 1 tot 10 gebruik voor het hardlopen. Omdat de mensen die ik coachte voor strength and conditioning werkten dan met diezelfde gevoelsschaal als ze dan gingen lopen. Dus weet je wel, maar van... en dan moet je natuurlijk... Dat is natuurlijk ook zo. Dat heb jij niet gezegd, Pieter, maar dat zeg ik even. Kijk, nu heb jij bent ook erg ervaren in duursport. Want anders was jij natuurlijk ook niet Brabants kampioen wielrennen voor 50+. Ja, dat mag even gezegd worden, hè? Dat is gewoon goed. Nee. Ja, maar wat ik wil... Nee, dat zeg ik, hè, Pieter. Dat zeg ik over jou, dat je dat gewoon heel goed hebt gedaan. Maar jij hebt dus bijvoorbeeld... jij kan dat misschien ook wat beter bij jezelf aanvoelen. Weet je, voor die schaal van 6 tot 20. Snap je wat ik daarmee wil zeggen? Dus ik snap jouw punt en ik vind het wel interessant. En daar ga ik zelf ook nog even naar kijken. Maar dat is de reden waarom ik van 1 tot 10 heb gewerkt. Omdat ik dat toevallig ook voor Spring Fitness heb gebruikt. Ja? Is daar jouw vraag mee beantwoord, Pieter? Helemaal niet. Super. Zijn er voor de rest nog vragen of mensen die dingen willen weten over lopen? Ja, ik had die vraag over cadans nog. Ja, dat is een goeie. Stel je vraag. Wat de meerwaarde is van het letten op je cadans tijdens het lopen. En of jij dat veel doet, gebruik. Ik deed dat namelijk nooit, maar laatst begon er iemand over die dat deed. Ik had zoiets van, ja, is dat iets waar je... nut heeft. Of dat heel belangrijk is. Ja, meerwaarde. Ik zou zeggen dat... Kijk, er is natuurlijk hoe... net zoals met een rotatie per minuut... of een stroke rate bij roeien... of whatever. Het heeft ermee te maken hoeveel stappen je zet. Want als jouw cadans heel erg laag is... dat betekent dat je als het ware met je voeten... vastplakt aan de grond. Dat je niet heel veel... meters aan het maken bent. Of je dat je heel lang grondcontact hebt. Maar grondcontact wil je kort hebben en reactief. Dus een bepaalde cadans... Kijk, een bepaalde cadans past bij jou. Maar er is een... iedereen heeft een iets andere cadans. Maar er is een soort ideale. Nou wordt er gezegd dat rond de 160, 170... Dat daar ergens tussenin... Dat een ideale cadans is voor hardlopen. De mijne is meestal zo rond de... 62, 163. Maar ik heb bijvoorbeeld ook weer langere benen dan iemand anders. Dus het heeft er een beetje te maken met hoe lang jouw grondcontact is. En je zou erop kunnen letten. Maar dan zullen de andere dingen ook al wel enigszins moeten kloppen. Kijk, als jij
op Garmin kan je bijvoorbeeld ook zien wat jou, hoeveel procent je op de ene en hoeveel procent je op de andere loopt. Dus als het bijvoorbeeld 50,1 is op links en dus 49,9 op rechts. Dat kan je bijvoorbeeld zien, in dit geval bij Garmin. En je kan ook je cadans zien, maar het zijn allemaal dingen die onderdeel zijn van een groter plaatje. Dus kun je op een cadans letten? Ja, dat kan. Kijk, als je bijvoorbeeld heel kort en intensief even kort een sprintje trekt, kan je cadans misschien wel wat hoger zijn. Ja, maar als je bijvoorbeeld je cooling down doet en je loopt wat rustiger, kan je cadans bijvoorbeeld weer wat lager zijn. Dus ja, je kan op cadans letten als je weet waar je naar kijkt, zeg maar. Ja, kan je daar iets mee? Ja, zeker. Oké, prima. Heeft iemand anders nog een vraag? Eenmaal, andermaal. Ja, nog eentje dan. Cadans en gewicht, is dat nog een. Wijkt het dan juist naar boven of naar beneden af? Dat verschilt denk ik per persoon. Want kijk, als je heel licht bent, dan loop je misschien wat makkelijker. Je hoeft niet per se sneller te lopen. Ja, iemand die 50 kilo loopt, maar bijvoorbeeld niet heel denderend loopt, niet een goede loper is, dat hoeft niet per se. Maar het is natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn. Hoe zwaarder je bent, hoe lastiger het is om hard te lopen. Want je moet die massa wel naar voren verplaatsen. Ja, kijk, ik rende makkelijker. Ik rende de sterren van de hemel toen ik 76 kilo woog. Ja, dat weeg ik nu niet. Dus het lopen is voor mij nu lastiger. Maar dat kan ook omdat ik meer liep. Dus je gewicht en je cadans hebben wel natuurlijk, laat ik zo zeggen, je gewicht en je. En hoe makkelijk je loopt, hebben wel met elkaar te maken. En er is natuurlijk een ideaal punt. Ik ben 1,86. Als ik 72 kilo weeg, dan weeg ik misschien alweer te licht. En dan gaat het lopen misschien ook niet zo heel erg goed. Maar als ik 92 kilo weeg, ja, dan gaat het lopen misschien ook niet zo heel erg denderend. Dus je moet eigenlijk je gewicht. Ik zou zeggen, het is makkelijker om soepeler te lopen als je ietsje minder weegt. Dus. Ik hoop dat is je vraag daar een beetje mee beantwoord? Nou, voor mij zou 92 een lichter zijn. Ja, maar jij bent ook niet zo. Je bent ook niet lang, hè? Dus dat is ook. Dus niet alsof je 1,75 bent. Kijk, als je 1,75 bent en je weegt 92 kilo, dat is een beetje lastig. Dan wordt rennen toch echt wel best wel pittig. Maar als jij 1,75 bent en je weegt 70 kilo, 75 kilo, ja, dan gaat lopen waarschijnlijk makkelijker. Ja, dus ja, hoe dan ook. Als jij 92 kilo weegt, dan is lopen. Ja, dat is. Het is ja, dan is lichtvoetig zijn op 92 kilo is heel lastig. Ja. Nee, maar ik zit te kijken naar die cadans ook. Want ik zit wel langzamer dan die 160, 170. Ik zit meestal op een 150 en ik let er dan wel op. Maar ik vind het heel lastig om een hogere cadans te krijgen. Dat kan met afwikkeling van je voeten te maken hebben. Dus het kan met je looptechniek en de afwikkeling van je voeten te maken hebben. Want als jij heel erg kleeft aan de grond, dan heb je langer grondcontact en dan gaat jouw cadans automatisch naar beneden. Ja. Dus dat zou ermee te maken hebben. Er zou iemand eventjes naar jouw looptechniek kunnen kijken. En er zal dan een looptrainer moeten zijn. Toevallig ben ik van de Nederlandse Atletiek Unie ook nog trainer loopgroep, maar dat maakt eventjes niet uit. Ja, wou ik gewoon eventjes zo bij goed. Oké, okay, anyway, zijn er nog meer vragen? Sorry, Renier, is jouw vraag daarmee beantwoord? Ja. Alright, mooi. Zijn er voor de rest nog vragen of bijzonderheden? Ik ga gewoon even iedereen af. Mark, jij zit bij mij aan die kant. Nee. Heb jij nog vragen? Thanks. Mooi. Inge, heb jij nog vragen over Garmin of andere dingen die je graag wil weten? Nee. Mooi. Patricia, heb jij nog vragen voor mij? Nee. Sanja? Nope. Nee? Ja, behalve hardlopen, of je hardlopen vindt ze inmiddels fucking leuk. Hoi, mooi. Reinier, heb jij nog vragen? Nee. Andy, heb jij nog vragen? Naomi, heb jij nog vragen? Nee. Kimmeke, heb jij nog vragen? Nee, mooi. Lee, heb jij nog vragen? En de man met de plan, Joost, heb jij nog vragen? Nee. Nee? Pieter? Nee. Mooi. Gijs, heb jij nog vragen? Nee. Oh, hij is wel aan het kijken. Ik zie hem niet, maar ik hoor hem wel. Mooi. Reka, heb jij nog vragen? Nee. Oké, mooi. Kijk, we hebben iedereen gehad. Even kijken, heb ik iemand overgeslagen? Nee, denk het niet. Nou, dan was dit hem voor vandaag allemaal. Hartstikke bedankt voor jullie komst en jullie interesse. Jullie kunnen deze ook nog terugkijken. Mocht je nou iemand hebben die ook nog wel hier wat aan zou kunnen hebben, laat dat dan eventjes weten. Of misschien kun je de link delen. En
last but not least, als je nu ook nog heel graag zo'n mooie trui wil aanschaffen, dan kan dat. Dat is van Breda Samen Sterk. Die kan je gewoon bestellen via Instagram op mijn website bredasamensterk.nl. En de 5 euro van elk product wat wordt verkocht gaat naar de medewerkers, de zorgen, de verzorgers, zeg maar. De zorgende van het Amphia. Dus het Amphia ziekenhuis in Breda. Dat is dus niet voor een nieuw bed, voor een Amphia of een whatever. Het is dus voor de mensen die ons nu keihard aan het support zijn of aan mensen aan het helpen zijn vanwege het coronavirus. Dus mocht je graag een hoodie of een shirt willen hebben, kijk dan even op hun Instagram of op hun website. Dit was de Running is for Dummies webinar. Ik ga jullie bedanken en ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. Doei! Dankjewel. Doei! Doei. Doei.